Het Stedelijk Dalton College in Alkmaar. Hier zitten twee meiden die helemaal gek zijn van zingen en dansen. Cheyenne Boersma en Melin Schoenmaker. Dikke vriendinnen, 13 en 14 jaar oud. En allebei dromen ze van een toekomst in de spotlights. Tadaa! Oh! Eentje. Cheyenne en Melin zitten in het tweede jaar van een muziektheaterklas. Dat betekent dat ze naast hun gewone lessen, zoals rekenen en taal, ook speciale lessen hebben. Drama, toneelspelen, muziek en dans. Ze hebben dus meer les dan andere kinderen. En na school hebben ze ook nog eens extra zangles en extra muziekles. Best wel een volle agenda dus. Al gestrest naar bed, de wekker die bederft de pret. Dan ga ik voor de spiegel staan. Oh, wat moet ik nu weer aan? Naar beneden, snel ontbijt. Help, ik ben de kluts al kwijt. Nog een half uur voor de bel. Op mijn fiets moet ik nu snel. Ja, elke dag vliegt voorbij. Nee, ik kan niet chillen, dat is niks voor mij. Ja, ieder uur is veel te kort. Zo busy, busy, busy. Ja, elke dag vliegt voorbij. Nee, ik kan niet chillen, dat is niks voor mij. Ja, ieder uur is veel te kort. Zo busy, busy, busy. Soms zie je een moment helemaal alleen. Wat moet ik zonder drukte om me heen? Druk, druk, druk in mijn leven. Druk, 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 ik heb maar even. Het nummer Druk, dat hebben jullie zelf bedacht, muziek en tekst, speciaal voor het Universal Song Festival. Waarom wil je daar aan meedoen? Nou, het is als je het zeg maar leuk vindt om te zingen en ook om te dansen, dan is het gewoon onwijs leuk om het te combineren. Om te zingen op een dansnummer en daar kan je dan bij bewegen. Dat is gewoon leuk. Jullie zitten op het Dalton in een muziektheaterklas. Dat is, dat heb je niet op elke school. Wat leer je daar nou meer dan op een gewone school? Wij leren niet zoveel, want ja, wij weten. Ja, wij hebben wel meer ervaring dan die anderen natuurlijk. Ja, niet natuurlijk, maar. Je begint bij zo'n muziektheaterklas, begin je gewoon bij het begin. Ja. Dus je krijgt basis. En als je dan al na school op een dansschool zit, dan heb je dat al gehad. Maar het is natuurlijk even goed wel leuk om het erbij te doen na school. En je zegt, je leert eigenlijk niet zoveel op school qua muziek en dans, want dat weten jullie al. Waar hebben jullie die kennis dan opgedaan? Ik denk bij de dansschool in Alkmaar, Dentro. En wij hebben alle twee zangles gehad, echt zangles op dat. En nu is koffering. Kun je eens vertellen hoe je zo'n nummer dan maakt? Hoe begin je? Bedoel je van als je niet op een muziekinstrument speelt of wel? Want wij spelen wel op de piano. Wij spelen wel op de piano, dus ik weet niet. Ja, met piano. Hoe je dan... Je gaat eerst akkoorden uitzoeken. Mm-hmm. Noten. Ja, dus dan doe je bijvoorbeeld zoiets. En dan zie je daar een melodietje op. Ja, en dan ga je daar, ja, dan doe je wat een beetje waar je dan ongeveer wil zingen. En dan ga je een beetje een leuke tekst bedenken. En dan op een gegeven moment, dan krijg je een nummer.
En dan kan je nog wel, het is nog niet helemaal goed, maar dan kan je het nog wat aanpassen. En dan op een gegeven moment dan, ja, is hij gewoon goed. Een akkoord is eigenlijk een melodie. De globale lijn van een nummer. Ja, dat zijn dus gewoon drie noten samen en dan klinkt het zo. Dus je, ja, dus je hebt je die noten samen, deze klank. Ja. En welk akkoord hadden jullie bedacht voor druk? Heel veel. We hadden de E mineur, de C, de D, de F en de G en de B, volgens mij. Ja, zoiets. Ja, zoiets. En wat hebben jullie uiteindelijk ingezonden naar de AVRO? Laat eens dat akkoord eens horen. Dit was zo. Is het een ander nummer geworden, hè? Als je het qua melodie, qua tempo. Hoe vind je dat? Dat je nummer dan wordt aangepast? Leuk. Ja, hij is echt heel leuk geworden. Hij is echt een druk nummer. En het klonk gewoon heel mooi. Hij is leuker geworden. Ja, hij is beter. Veel leuker, ja. En qua textueel is een heel klein beetje veranderd, hè, eigenlijk. Qua refrein. Een stukje en dat vonden ze denk ik niet echt leuk. Toen hebben ze zelf een stukje maar bij gedacht. Maar het kwam omdat we niet echt goed gingen articuleren, want dat kon je ook niet horen. Want het was een beetje snel. Plakte echt zo'n heel ding in zo'n niks stukje. Het leven. Want dan was het oeh, hoe kon ik nu maar even, oeh, hoe als ze niks in het leven. Maar als je dat niks heel snel achter elkaar moet zien, dan is het niks net. Dan kunnen ze het niet verstaan. Heel goed gedaan. En Lucia wil jullie alleen even zien dansen. Jullie mogen even achter je keyboard vandaan komen. Nou, dat hadden we al verwacht. Dus jullie hebben iets ingestudeerd? Ja. Oh. Nou, laat zien. Heel knap om mij en heel professioneel dat jullie daar al aan gedacht hebben. Nou, dat vind ik heel goed. Dank jullie wel voor je komst. Super. Ik weet niet wat de smoot is, jij? Doe maar. Jullie gaan van hot naar her, hartstikke druk. Zangles, muziekles, dansles, school, Jozef, Junior Songfestival. Ja. En jullie ouders die moeten jullie iedere keer maar brengen en halen. Wat vinden ze daar eigenlijk van? Ik denk dat onze ouders wel gewoon zelf ook heel erg enthousiast erover zijn. Dus het is niet zo dat ze het echt stom vinden of zo. Dus ze vinden het altijd wel leuk om ons te brengen en soms dan mogen ze ook. Bijvoorbeeld bij Jozef kregen ze altijd een kaartje voor de voorstelling. Dus we mochten altijd wel wat doen. Dus dat vonden ze altijd wel beroemd, hè? Als jij nou mag dromen, wat zie je, wat voor toekomst zie je nou voor je? Dat ik op het podium sta. Dat ik lekker aan het dansen en zingen ben. Ik zie mezelf hopelijk in een musical staan. Want ik vind gewoon musical gewoon onwijs leuk. En daar op toneel staan en dan een musical liedje zingen, dat vind ik gewoon heel leuk. Meline, zie jij jezelf ook in een musical staan? Nee, ik ben meer van de pop. Zij is meer van de musical. Wat vind jij leuk? Vertel eens. Bijvoorbeeld die liedjes van Britney Spears vind ik heel erg leuk altijd. Dat is ook een beetje pop. En ja, ik wil eigenlijk zoals haar worden. Nou, dan zie ik toch twee verschillende richtingen voor jullie allebei, hè? Jij wil samen in een musical en jij gaat solo. En nu doen jullie alles samen. Samen dansles, muziekles, samen naar Dalton College. Hoe zien jullie de toekomst? Studeren in Engeland, hè, jij? Ja, ik wil graag studeren in Engeland. Maar misschien wil ook wel de tweede Cressip worden. Dat lijkt me ook wel heel leuk samen. Ik weet niet wat jij vindt. Maar ik vind het ook leuk om samen later een band te zijn. Ja, in ieder geval samen vinden we wel heel leuk. Ja. Dus het is... We doen alles samen, dus ja, waarom niet? Het is een beetje of musical of samen iets gaan beginnen, iets... Hoe belangrijk is dat je dat samen doet?
belangrijk? Voor ons wel. Het is ook heel vaak als ik dan bijvoorbeeld een oproep zie, audities voor een musical, dan denk ik ook altijd samen met Melien gaan we dat doen. Maar we zitten nu bezig met het interview, dus ik bel je zo terug. Doei! Zelfs geen tijd voor een sms. Is dat moeilijk, zo'n dans instuderen? Ja, het is wel. Ja, dansen zingen is wel heel moeilijk tegelijk. Ja? Ja, en het dansje van Lucia Martens is ook best wel lastig. Maar als ze hem eenmaal in je lijf hebt zitten en het eenmaal dan goed gaat het gewoon heel goed. Ja, elke dag zit voorbij. Nee, je kan niet chillen, dat zit voor mij. Ja, iedere uur is veel te kort. Zo busy. Ja, elke dag zit voorbij. Nee, je kan niet chillen, dat zit voor mij. Ja, iedere uur is veel te kort. Zo busy. Druk in mijn leven. Druk. Ik heb maar even. Druk in mijn leven. Druk. Ik heb maar even. En hoe ziet de toekomst eruit voor de komende maanden? Leren, dansen, nog beter worden? Leren, naar Lucia Martens gaan, naar het ballet gaan, zangles, dansles, gewoon beter worden. En als er dan weer een auditie komt, gaan we gewoon weer samen staan auditie doen. Vooraan.